Ja, er zijn wel verschillende verhalen inderdaad over Tom Mustache in Zuid-Afrika. Het schijnt dat hij een periode daarvoor een keer gebeten was door een hond, waar ik de details niet meer precies van weet, maar dat hij misschien hondsdolheid had gekregen en dat hij daarna genezing zocht. Schuimbekkend. En nadat hij echt voor alles had geprobeerd, alternatieve geneeswijzen, de normale dokter, verschillende soorten drugs. En er was een stam in Zuid-Afrika, die heette San. En die had een speciale dans. En dat was een soort genezingsdans. Toppie Kruiper. Dat was een bosjesman die aan trance dance deed. Sanalea Manea. In het begin werd hij niet toegelaten in de stam. En Toppie Kruiper, dat is de stamhoofd, die liet hem niet toe. Dus toen moest hij een paar soort van tests doen of weet je, zichzelf bewijzen. Uiteindelijk was hij toegelaten en toen ging hij Tsutsubedans doen. En wat veel mensen ook niet weten, is dat door zijn aanwezigheid hij de dans ook veranderd heeft. Omdat hij dus blijkbaar hondsdolheid had, had hij gewoon zijn lichaam, die maakte soms rare bewegingen. En uiteindelijk is hij wel ook genezen van zijn hondsdolheid, waarschijnlijk, als hij het al gehad heeft. Dus ja, uiteindelijk is hij ervan afgekomen. Ja.